Hoe verrast was jij vandaag toen je hoorde dat deze wedstrijd doorging? Nou, je zag, hè, de loop van de week was het wel heel erg aan het vriezen, maar ik had wel verwacht dat het wel door. Oké, wel rekening mee gehouden. Ja, eind van, de, nou ja, van deze week was het nog te dooien. Ik dacht van, nou, als het nog 2 dagen nog dooit, dan kan het wel door. Maar ja, snap ik. Hey, en dan het verloop, hè. Jullie komen snel voor, 1-1, je ziet de kantelen, 2-1, Haaksteen. Ja, daarna is die, hoe bepalen dus die rode kaart vervolgens? Ja, hartstikke bepalend. Ja. Ik zag dat wij gewoon, rustig de bal achter in de grond konden tikken. Ze konden lastig druk zetten, en als ze druk zetten, dan hadden we ruimte ergens anders. Ja. Dus, zo kwamen we er goed uit. Dat hielp natuurlijk wel, die wedstrijd, dat die rood had. Ja, het mooiste moment was denk ik direct na rust, wat een heerlijke goal. Die zat er goed in, ja. Streep in een winkelhaakje, ja, heerlijk. Mooi, dit perspectief voor een drukke januari maar voor jullie, denk ik, hè? Ja, we hebben wel veel wedstrijden voor de boeg, ja. Ja, helaas hadden we vandaag niet het hele team compleet. Maar toch nog leuk voetbal. Ja, absoluut, mooi afsteken. Oké, succes verder. Ja. Ik heb het met Wouter Schenk, hè, dat is deze jongen, de aanvaller van SV Tinalo, over zijn goal. Maar goed, die scoorde hij al 10 seconden in de tweede helft. Dus ik keutelde nog rustig naar mijn plekjesjak. Had mijn camera nog niet geweest. Dus het mooiste moment van deze middag daar in Haaksteden heb ik wel gezien, maar niet op beeld kunnen leggen. En dat was een prachtige goal van deze jongen. Het was rust 2-3. Die jongen van Haaksteden die je van velden zag lopen, was vrij bepalend deze middag. Die ontving namelijk 2 keer geel. Mocht daardoor in de 35e minuut ongeveer met een rode kaart van het veld af. 2 oliedomme overtredingen op het middenveld. Tot die tijd was eigenlijk Haaksteden volledig de bovenliggende partij. Tinalo kwam best wel heel snel op voorsprong via Ricardo Pilitu. Moet ik goed zijn naam zeggen. Scoorde 2 keer deze middag. Ook wel een interessante. Maar vrij vlot daarna trok Haaksteden spel wel naar zich toe, maakte 1-1, maakte vervolgens ook via een mooie goal 2-1. Ja, en alles leek wel af te stevenen op een hele vervelende en lange middag voor SV Tinalo. Totdat deze jongen van Haaksteden de fout in ging. Ja, daarna kantelde het volledig. Het moet gezegd, Tinalo deed het ook goed, hield het groot, hield het breed, hield het baltempo hoog, hield de bal ook in de ploeg. En vervolgens nog voor rust 2-2, 2-3. En de tweede helft was voor deze Wouter Schenk, die met een heerlijke krul 2-4 maakte. En vlak voor tijden ook nog de 2-5, waardoor dus ook wel het verhaal van de wedstrijd, die rode kaart was al heel erg bepalend deze middag, Jacques. We gaan nog even, want er is ook gescoord natuurlijk, komen die in de lijst nog even voor? Ja, kort nog even, misschien even de Haaksteden, wint met 5-2 van Tinalo. Ja, Zuidlaren tegen ons bij de boys was afgelast, Zeien tegen Veleveen wederom afgelast. Dus die zal ongetwijfeld opnieuw op de agenda komen. Maar even naar Zeien, daar was wel positief nieuws over de trainer. Ja, Wim Lamers heeft daarbij getekend, had een contract voor 1 jaar en ik denk dat het ook een gesprek van 2 minuten geweest is. Voor mij zijn beide partijen heel erg blij met elkaar en heel erg content. Je ziet het ook terug in de uitslagen, je ziet het terug in het voetbal, in het spel. Je hoort het bij de geluiden van de spelers. Dus ik denk dat deze contractverlenging een ABC'tje was. Nou, jullie zitten nog in de treurnis. Nou, de trainer heeft opgezegd, Meijer. Ja, Cor Meijer en Vaco gaan uit elkaar na 4 mooie jaren. Die treurnis valt op zich wel mee. Ik denk dat het ook een prima periode is om daarna weer naar andere kopjes te kijken. En jij zat al net een beetje te azen natuurlijk van hoe lijkt dat. Nou ja, broedende kippen moet je niet storen. Dus ik denk wel dat er binnenkort witte rook van Sportveld de Filitas komt. En het profiel waar de wereld in geholpen is, daar past die man in? Jonge trainer die goed en herkenbaar met jeugd om kan gaan. Het bekende verhaal is. Ja, maar toch denk ik, Bas, dat jij het nu graag wil zeggen. En zeg het maar. Ik weet het ook niet, Jacques. Nou, goed zo. Nou, dat is zo. Jij zit ook niet zo dicht bij het besturen. Nee, daarom. Dus dan gaan we even naar de topscorers. Ja, en ik heb bewust even dit plaatje gepakt. Wat mij betreft kan niet in beeld, want ik denk dat het meest verrassende is natuurlijk Wouter Schenk, die nu met keurig 5 goals zich ook gaat nestelen bovenin. Tinalo scoort sowieso wel veel. Krijgt ook veel tegen, dat is ook het probleem natuurlijk. Maar Wouter Schenk, ik dacht volgens mij eerder nog SC Zuidlaren. Heerlijke pot voetbal gespeeld en genoten van deze jongen zaterdagmiddag. Dus die doet hier ook volop in mee. En we zullen even kijken wat er het komend weekend doorgaat en wat er dan hier nog kan veranderen. Want dan komen bijvoorbeeld zij en actief weer in de baan. Ja. IJs en wederdienende. Ja, maar dat zal blijken. Ja, die heb je hier in beeld. Zuidlaren tegen Aduard. Op zich mooi potje, maar ja, dat is geen kunstgras. Dus ik vrees met grote vrees of die wel doorgaat. SC en Vaco, die moeten naar nieuw landen. Dat ligt bij. Hogeveen, denk ik, ergens in, Jacques. Daar ben je aan de beurt, denk ik, hè? Bij Sportclub Nieuw Landen. Volgens mij gaat dat van Dick Hout. Klomt dus die op. Moet aan de bak.
Maar dat moet je in Zuid-Drenthe altijd, hè? Ja, dan moet je sowieso die kant op. En ze hebben van het weekend ook gevoetbald. 1-1 tegen Mussel. Dat is dus niet zo goed van Sportclub Nieuwlanden. Dus die zullen erop gebrand zijn. Tinalo mag weer op kunstgras naar blauw-geel. Dus dat zal ook wel doorgaan. Die hebben sowieso een drukke maand, Tinalo, in de maand januari. Zij moet naar ASVB. Ik acht de kans groot dat die niet doorgaat. Giet actief kunstgras zal ongetwijfeld doorgaan. Interessante pot. Giet is nog steeds de koploper in deze klasse. Ja, dat is een beetje een vertekend beeld, hè? Mm-hmm. Ja. Maar ja, Pijzen loopt natuurlijk mijlenver achter mijn Pijzen die loopt er dan ver uit. Maar die moeten nog wat wedstrijden inhalen. Ja, precies. Laatste, ieder heeft nog steeds rust. Die staat op begin februari weer, volgens mij. Ja. Dus.